Nu nog een aantal ontwerprichtlijnen dat we ook willen meegeven. Allen samen eigenlijk ja, een klein bouwteampje gaan maken. Dan gaan we tot een veel beter eindresultaat komen. Nu ook belangrijk, die plaats van die WTW-unit. Waar dat je die gaat zetten. Liefst zo centraal mogelijk, liefst zo dicht mogelijk bij verse lucht en afblaas. Ook bij de grote luchtgebieden. Voorzie die niet aan de ene kant van de woning, zodanig dat je dan gans die woning moet gaan dwarsen met die kanalen om de lucht daar ter plaatse te krijgen. Niet ideaal. Inplanting verse lucht en afblaas van die vervuilde lucht. Ook heel belangrijk. Daar gaan we straks nog uitgebreider op ingaan. Inplanting van de ventielen en de roosters. Keuze van het kanalennet. En het isoleren van die kanalen.